Ik heb gisteren eventjes een paar uurtjes gezeten en even iets in elkaar geflanst. Het is wel leuk geworden. Ja, ik ken het. Als jij iets in elkaar flanst, dat krijgt meestal 100 miljoen plays op internet. Als jij iets in elkaar flanst, dan kan het maken. Nou, laten we het hopen. Let's go. Ja, hallo en welkom bij een nieuwe Boos Anti-Corona Depressie podcast. Iedere dinsdag en donderdag om 4 uur. Overal te vinden en die maken wij, lieve luisteraars, in het kader van de coronacrisis. En wij hopen dat als je hem aanzet, dat je er beter uitkomt dan dat je erin ging. En deze aflevering hebben wij weer muziek. En dat doen we met twee mensen, namelijk deze man. Het is gewoon een goede phrase. Het is gewoon een hit. Het is gewoon een hit. Dat is Sander van Dijk, a.k.a. San Holo. En deze man. Ik denk dat ik dit het beste Nederlandstalig liedje. Meen je, serieus? Ooit, ja. Dat is Nick van den Berg, de voorman van de band Nico. Nou, ga er goed voor zitten. Benen omhoog, koptelefoon op. Misschien als je zit te luisteren dat je nog op YouTube zelfs wat beeld erbij zou kunnen trekken. Maar daar gaan we. Goed, we maken weer een aflevering in de reeks waar we muzikanten liedjes in mineur, of in ieder geval treurige liedjes, in majeur of in ieder geval vrolijk laten maken. Nog even lang verhaal kort, ik heb het al een paar keer uitgelegd, maar toch als je nog nooit een van de afleveringen gehoord hebt, luister ze vooral even terug met Blanks of met Afrika Romein, Dave Buddha. Maar wat de bedoeling is dat artiesten een treurig liedje zo maken dat je je er beter door voelt. En dat is zo gekomen dat Laurens Collet, een muzikant, ooit Sinterklaasliedjes in mineur maakte en dat iemand daaronder tweette: hey, moeten we niet eens mineurliedjes in majeur maken? Nou, wij dachten, nou, dat is eigenlijk een heel erg leuk idee. En zodoende zijn wij aan de slag gegaan. En dat doen we ook, om het even wetenschappelijk te onderbouwen, omdat, en Erik Scherder heeft dat bijvoorbeeld in een van onze podcasts verteld, muziek heel erg je gemoedstoestand kan beïnvloeden. Dus ook in positieve zin. Dus daarom hopen wij dat deze liedjes bij gaan dragen aan jij die je beter voelt in tijden van coronacrisis. Voor we gaan beginnen, eerst even het volgende. Deze podcast is natuurlijk onderdeel van het Boos-platform. En de normale afleveringen Boos, waar we onrecht bestrijden, waar we oplichters pakken, waar we mensen die macht misbruiken voor de camera trekken en politieke dossiers openen, dat gaat gewoon weer beginnen. Dus wat wij graag willen van jou is, als je dingen ziet waarvan je denkt, hey, dit klopt niet, mail ons alsjeblieft op boos@bnnvara.nl met je naam. Liefst ook je telefoonnummer erbij. Je hoeft van ons niet per se in beeld. Want we snappen ook dat het ingewikkeld is in tijden van corona. Maar alsjeblieft, als je dingen ziet, meld het ons boos@bnnvara.nl. Nou goed, tijd voor muziek. Nogmaals, we hebben twee gasten. San Holo, Sander van Dijk is dat uit Zoetermeer. En Nick van den Berg uit Den Haag, de voorman van Nico. En we beginnen vandaag met San Holo. En San Holo, dat is een leuk verhaal. Aan de voorkant gebied mij te zeggen dat ik deze aflevering heel graag wilde maken, omdat het twee bekenden van mij zijn. Maar niet dat ik dan denk, nou, dan mogen ze aan de podcast, maar het zijn ook echt allebei hele goede muzikanten. We beginnen vandaag met San Holo, Sander van Dijk. Dat is een jongen uit Zoetermeer. Dat is een afgestudeerd conservatoriumgitarist en die ken ik een jaar of 7. Omdat diezelfde Nick die je later in de podcast hoorde, ooit een hip-hop een muziekgroepje had met Sander. Nou, toen heb ik Sander leren kennen. Sander, nogmaals, is een gitarist, maar die is op een gegeven moment elektronische muziek gaan maken. En daar is die heel erg groot in geworden. Als in zo groot dat hij grote zalen uitverkoopt over de hele wereld. Dus echt voor duizenden mensen. Dus dat is enorm is hij. Maar ook dat hij het hoofdpodium van Coachella deed. Nou, op Lowlands hier had hij een keer de India-tent. Helemaal vol op zondagnacht, dat weet ik nog. Want ik stond bij hem op het podium 1 liedje of 2 liedjes. Dat was fantastisch. Maar dat is bijzaak. Maar wel heel erg leuk. Je kent hem misschien van zijn remixes. Bijvoorbeeld Miss Jackson en Dr. Dre remix. En anders moet je dat echt even opzoeken, want dat is echt heel erg leuk. Of je kent hem misschien van singles als We Rise en Lights. Maar die hebben ook echt airplay over de hele wereld gehaald. En volgens mij ergens is er 102 miljoen plays op Spotify en YouTube. En zo, het is niet normaal. Anyway, het is dus een gitarist uit Zoetermeer. En die gitarist uit Zoetermeer hebben wij nu in onze podcast. Hey Tim. Sander van Dijk, groot vriend. San Holo, voor de
medemens. Zo kennen ze jou denk ik eerder dan Sander. Hoe gaat het? Het gaat goed, Tim. Dank je wel. Naar omstandigheden gaat het goed. Ja? Ja. Hoezo zeg je dat erbij? Nou ja, ik bedoel... De Hollandse Nederlander... De nuchtere Nederlander in mij zegt altijd... toch wel van... Als ik zeg dat het kut gaat, heb ik altijd het gevoel alsof ik toch moet zeggen... het zijn mensen die het erger hebben, weet je wel. Ja. Maar over het algemeen gaat het gewoon goed. Er zijn altijd wel dingen die... die kut zijn, maar... ik mag niet klagen, zeg maar. Laat ik het daarop houden. Nou, het daarop. Covid oké, noemen we het in de film. Covid oké. Covid oké. Hey, luister nou, Sander. Ik wil jou even, waar je bij bent, introduceren aan ons luisteraar. Wat fascinerend is aan jou, en ik had pas geleden eenzelfde soort gesprek met Blanks. Wat jullie gemeen hebben, is dat jullie in het buitenland veel groter zijn dan in Nederland. En bij jou specifiek... Ben jij een monsterhit? Want jij bent groot in Azië. Maar ik weet nog, in 2015 in november was ik bijvoorbeeld in L.A. Nou, dat is 4,5 jaar geleden. En toen had jij een show in L.A. En wij waren daar met vrienden. Wij dachten, we gaan naar Sander, onze vriend. Die moet draaien in L.A. En wij dachten, nou, dan komen we ergens in een soort bar ding uit. Wij wisten natuurlijk niet waar we naartoe gingen. Althans, ik niet. En wij komen daar. En jij verkoopt in je eentje toen al de Paradiso van L.A. uit. Ja, dat soort van, ja. Ja, nee, niet soort van. Jij verkoopt gewoon grote zalen uit in Amerika. En dat is fucking gruwelijk. Ik heb even je plays zitten kijken. 100 miljoen doet gerust mee bij jou op Spotify en YouTube. En wat ook sick is, is dat je bijvoorbeeld ook hoofdpodium Coachella al gedaan hebt. Die heb je gewoon op rekening gehad. Ja, ja, thanks. Ik vond het echt... Ik wil even zeggen... Ja, thanks Tim. Ja. Ik vond dat een hele leuke avond. Ik kan die avond nog heel goed herinneren. Het was echt een topavond. In Los Angeles? Die was goed, was heel leuk. Ja, het was bizar. Ik toerde daar natuurlijk al een jaartje. En ik had nog nooit echt gehad dat er mensen uit mijn omgeving, uit Nederland, daar waren. Ja. Dus eindelijk kon ik het met jullie delen. Dat was echt, ik vond het een hele mooie avond. En we zijn allemaal behoorlijk uit onze... plaat gegaan toen. Ik heb het net in de podcast al gezegd, maar even nog om het te herhalen. Jij en ik kennen elkaar natuurlijk al wat langer. Ik denk al een jaar of 7 inmiddels. Tim, sterker nog, jij staat hier. We waren toen bezig met een soort van rapprojectje. En toen zat jij hier op die bank hier. En toen zei hij, weet je wat je een keer moet doen? Je moet een keer een remixer maken. En ik dacht, remixer. Dat was hier in deze ruimte. Toen zei je dat 7 jaar geleden. Zit je in dat hok nu? Ja, dat hok herinner ik. Ja, remix maken. Ik vond remix maken nooit zo leuk, want ik wil liever gewoon mijn eigen ding doen, weet je wel. En remix is altijd een soort van... Het voelt niet als eigen, als je eigen ding doen. Maar ik heb toch maar gedaan toen die Miss Jackson remix en die Dr. Dre remix. En dat is toch wel een beetje het begin geweest van mijn avonturen in Amerika en zo. Ja, die deden het goed daar. Ja, het is de commerciële man in mij. Volgens mij heb ik tegen jou gezegd, maar als je dat nou doet... voor een beetje clout, weet je wel. En ze waren, die Miss Jackson, die moet je een keer als je zit te luisteren. Ik zeg er vaker bij, ik mag niks draaien in deze podcast vanwege rechten. Maar die Miss Jackson remix, ik vind die fantastisch van jou. Ik heb ook op mijn arm voor je Miss Jackson staan met Leon. Dat is de eindredacteur van Boos en een van onze vrienden uit de vriendengroep. Omdat dat onze vriendschapsplaat is, zeg maar. Dus het is heel leuk. Mijn moeder zei dat laat. Mijn moeder zei, hij heeft hem Sorry Miss Jackson op zijn arm. Ja. Zei ik, oh man, leuk man. Mijn moeder is onwijs fan, natuurlijk. Kijkt alle programma's. Ja, moeder weet meer van mij dan jij. Maar ik vind het heel vet, Sam. Ik vind het ook heel leuk dat je mee wil doen aan deze rubriek. Omdat ik ook weet dat je met hele grote dingen bezig bent. Ik vroeg me wel af... wat had jij nu op de planning staan eigenlijk voor... want ik ken jou niet anders dan dat jij... meestal zit je in L.A. en vlieg je de wereld over... maar wat had jij nu op de planning staan... in plaats van nu in Zoetermeer zit je, hè? Ja. In je studiohok zitten. Ja, nou daarom zei ik in het begin... het gaat naar omstandigheden goed. Ik bedoel, we hadden heel veel gepland voor dit jaar. Ik zou voor het eerst dit jaar met band gaan spelen. Ik bedoel, ik DJ nu natuurlijk al op tour... 4 jaar, 5 jaar en ik wou heel graag... al jarenlang wil ik met een band spelen... dus daar waren we voor aan het voorbereiden. En ik had een show in San Francisco... een van mijn grootste shows. En die werd toen een week van tevoren uitgesteld.
slash gecanceld. I don't know. Niemand weet het op dit moment, weet je wel. Nee, nee. En we zouden eigenlijk gewoon heel het jaar gaan toeren. En dat is eventjes gewoon... voor de flow is het een beetje moeilijk, want nu zit je thuis dan. En ik heb een groot project dat eraan komt. Dat wil ik niet uitbrengen nu, want het is gewoon een slechte tijd. Ik wil het alleen maar doen als ik kan toeren. Dus nu is het soort van de vraag, ja, wat ga je dan doen? Het is voor je flow een beetje gek. Ik kan wel aan een volgend project beginnen, maar ja, dat komt dan over 3 jaar, 4 jaar uit. Dat is een soort van gek gevoel om dan... Ja. Voor 4 jaar voelt dat toch weer anders. Ik hou er heel erg van om heel in de moment te werken. En het dan ook gelijk uit te brengen. En dan. Maar goed, ik ben nu... waar ik mee bezig ben geweest. Elke maandag drop ik nu gewoon een soort van beat. Heel erg laagdrempelig. Dat heet Stay Vibrant. Dat is een wekelijkse track die ik drop. Ja. Dus mocht je daar interesse in hebben, check het. Waar kunnen we dat checken? Spotify. Gewoon van holo, stay vibrant. En dan, ja. Jouw wekelijks, dit is hoe ik me voel plaat. Ja, basically wel, ja. En daarnaast ben ik gewoon aan het plannen voor volgend jaar nu. Ja, weet ik. Ik kan me ook voorstellen, want ik ken jou als een... ik weet niet of introvert het goede woord is, maar iemand die wel graag knutselt op zichzelf, toch? Je bent echt een muzikant. Ik hou wel van op mezelf zijn, ja. Maar ik moet wel zeggen dat de afgelopen 5 jaar heb ik zoveel gereisd. Overal ter wereld geweest. En ik ben er wel een beetje... Het is heel verslavend om constant ergens anders te zijn. Ja. En het heeft me ook wel heel veel geleerd. En nu het even wegvalt, is het eventjes... ga je opeens heel erg denken... Ik persoonlijk ga heel erg denken aan allemaal existentiële dingen zoals... wat is nou echt belangrijk en wat is nou echt de purpose van het alles? Ik ken het, ja. Ja, ken je dat? Ja, tuurlijk. En met mij en jou denk ik heel veel mensen. Dat is ook waarom we deze podcast maken. Omdat er zoveel ruimte is nu voor die gedachten. Ja. Er zijn heel weinig pleisters. Alles waar je normaal zingeving uit haalt en wat er nu niet is, is niet meer dan een gedachte of een herinnering. Dus... Maar ik vraag me wel af, of jij dat ook ervaart zo. Ik heb wel mensen, soms zeggen mensen van, hey Stan, doe je wel rustig aan, je bent zo druk bezig de hele tijd. Je kent het wel, weet je wel. Maar ik heb soms ook het idee dat juist, in mijn geval, toeren en shows doen en muziek uitbrengen, dat juist ook iets wat me een soort van sane houdt, weet je wel. Wat me een soort van direction geeft. Ja, snap ik, ja. Dus voor mij is het niet... Ik kom niet per se heel erg tot rust door een week op het strand gaan liggen, zeg maar. Het is niet, daar haal ik niet per se heel veel voldoening uit. Is het ook niet iets wat je af en toe nodig kan hebben? Dus dat dit misschien wel even een ingebouwde fysieke pauze is die je nodig zou kunnen hebben en dan maar moet? Misschien is dat waar. Misschien moet het eventjes toch dat besef komen nog. Of zo. Ik ben in ieder geval gewoon echt ready om Ik was echt ready voor dit jaar om gewoon te knallen weer. Ja, dan snap ik wel dat het zuur is dat je nu in dat hok zit, ja. toch. Maar ik denk ook dat, om maar even weer een veer in je reet, nummer 800 in dit gesprek. Als je zoveel talent hebt, als jij dat hebt en visie hebt, dat het ook altijd weer goed komt carrière-wise. Mocht het een twijfel zijn, volgens mij. En dat is iets wat ik bijvoorbeeld mezelf ook altijd aanpraat. Thanks. Daar ben ik arrogant genoeg voor. Ik bedoel Tim, daar hoef je niet... Ik snap ook als je nu thuis zit dat je denkt, ik ben controle kwijt. Dat had ik vorige keer dat ik thuis zat, dat ik dacht, oh mijn god, daar gaat mijn carrière, weet je wel. 3,5 maand eruit, dat kan helemaal niet als je in beeld bent. Ja. Kan hartstikke goed als je in beeld bent. Kan gewoon. Ik denk wel dat het... Ik persoonlijk vind het fijn om iets te hebben waar je naartoe kan werken, zeg maar. Dat kan ik wel, maar ja. En het feit dat nu alles een beetje onduidelijk is, dat je niet een vaste datum moet zetten, oké, daar werk ik naartoe, dat is iets lastigs voor mezelf. Maar daar komen we ook allemaal doorheen. Dat is altijd, ik zit altijd tussen twee hoekjes van, San, stel je niet zo aan. En nee, het is best wel goed om soms gewoon eventjes je kut te voelen. Ja. Weet je wel? En wij hebben even in de vriendengroep overlegd, hoe kunnen we Sander nou een plezier doen? En dat is een purpose geven. Dus we dachten, we vragen hem voor deze rubriek. Dus eigenlijk een soort charity is het. We geven hem een werkopdracht.
Ik heb mijn best gedaan. Ja, daar wil ik het even over hebben. Volgens mij mogen duidelijk zijn dat muziek jouw leven is. En dat je ook levend houdt, toch? Ik denk als je elke maandag een vibrant beat online zet in het kader van bewijst dat dat iets is van wat intrinsiek in jou zit en naar buiten moet. Dus dat gesprek hoeven we denk ik niet eens meer te hebben. Wat ik wel interessant vind is, als we het gaan hebben over de platen die je voor ons gemaakt hebt, waarom deze plaat... Nee, laten we beginnen met welke is het, want ik heb geen idee. Waarom deze plaat en hoe ben je dan te werk gegaan? Het vakmanschap vind ik heel leuk om te horen. Dus Sander, take it away. Oh ja, jullie vroegen mij om een Nederlands liedje te coveren. Ja, ja. Een liedje die ik mooi vind. En ik hou van Marco Borsato. Ik heb het liedje Wereld Zonder Jou gecoverd. Yes. Love die plaat. Love die plaat echt. Zoveel nostalgische waarde voor mij. Maar ik heb hem wel een beetje in mijn eigen jasje gestopt. Ik heb gisteren eventjes een paar uurtjes gezeten en even iets in elkaar geflanst. Het is wel leuk geworden. Ja, ik ken het. Als jij iets in elkaar flanst, dat krijgt meestal 100 miljoen plays op internet. Als jij iets in elkaar flanst in een kaffertje maakt. Nou, laten we het hopen. Let's go. Hey, maar even, dus wereld zonder jou, dat zijn Treintje en Marco. Ja. Zijn er dingen waar je tegenaan liep? Of waarom was het leuk of waarom was het niet leuk om te doen? Ik zing normaal nooit in het Nederlands. Dat is het eerste keer dat ik ooit iets in het Nederlands heb opgenomen. Echt. Ik zal mijn gitaar staan hier. Ik weet niet of je hem hoort. Ik weet niet of je hem kan horen. Hoor je dit? Ja. Niet helemaal spelen, maar geef me een stukje. Nee. Het was gewoon... ik heb een hele andere stemming gedraaid. En het was gewoon een... Je moet het mij volgen. Het is best wel een emotionele, positieve... Het is een... I don't know, ik weet niet. Ik luister maar. Misschien weet je wel niks. Ja, nee, Sander, zo gaan we niet aankomen. Hier zit een groot fan van je werk. Ik hoop dat je een beetje mijn sausjes er doorheen hoort. Ik laat me verrassen. Zullen we gaan luisteren samen? Ja, ik ben klaar. De San Holo met Een Wereld Zonder Jou. Ja. Shout out Marco. San Holo eindje. Lekker. Hey, maar Sam, jij hebt het Marco Borsato syndroom. En dat is, als jij iets zingt, geloof ik je. Ah, oh,
Dank je. Dank dat, je. Dat heb ik ook. Nee, maar dat is echt waar. Want tegenwoordig, even als je jou nog niet zo goed kent, jij maakt elektronisch muziek. Je hebt heel veel sets gedraaid, maar je speelt ook wel eens met band. En in ieder geval ook zelf gitaar en zing je dus liedjes als Rewrite zelf. En ik zag dat van de week, toen dacht ik, ja, maar ik geloof het wel als je het zingt. Je bent niet zomaar een tool in je set. Thanks, dat is de bedoeling natuurlijk, cool. Dat je het gelooft. Dat is mooi. Dat is het beste compliment. Hey, en even, wat betekent deze plaat voor jou? Waarom van alle platen deze? Ja, ik vind het gewoon echt een goede plaat, Tim. Ik leef niet in een wereld zonder jou. Als je dat vertaalt ook naar het Engels. I don't live in a world without you. Het is gewoon een goede phrase. Het is gewoon een hit. Ik herinner vlagen van dit liedje van toen ik nog heel klein was. Hoe oud is dit nummer? Hoe oud is... Ja, dit is begin jaren 90. Ja, ja, nee, precies. Ik zal het even opzoeken. Ik ben nu... Van jou... Wat is het, god? Nou, ik kan niet zo snel vinden. Maar ik weet wel, wat ik heel geestig vind, zijn de tekst daarvan. Bijvoorbeeld... Dat ze zegt, ik heb bijna alles gewaardeerd. Oh, alles op ik lees wat boeken. Ik lees wat boeken. Kijk, TV. Helemaal in de kreukels. Maar ik heb bijna, nog niet alles. Ik heb bijna alles geprobeerd. En ergens op 80% dacht ik, ga een liedje over schrijven. En ik heb echt boeken gelezen, TV gekeken. Ik ben nog steeds niet over je heen. Wel, iedereen weet. Als ik genoeg boeken lees en tv kijk, dan is het vanzelf weg, de pijn. Ja. Maar zonder dolle, ik zet deze plaat echt best wel vaak op, man. Nee, maar de bridge, hè. De tijd staat stil. Tijd die alle wonden heelt. Dat vind ik mooi. Ja, het is ook mooi. Als jij het doet, vind ik het helemaal mooi, Sander. Wat ga je nou komende tijd doen? Je gaat in die studio zitten. Ik denk dat ik een album ga opnemen met Marco Borsato covers. Ja, dan moet je. Niet moet je. Ik ga muziek proberen te maken. Ik weet niet wanneer dat precies gaat uitkomen. Die wekelijkse, de vibrant bitjes zijn leuk, maar ik wil toch wel weer werken naar een groot project. Ik denk dat ik al mijn tijd ga stoppen in het uitwerken van het project dat eraan zit te komen, waar ik niet heel veel details over kan loslaten, maar er is nog genoeg voor te doen. Ik merk gewoon aan, ik ben heel erg geïnspireerd, maar ik ben niet zo gemotiveerd, omdat het gaat over 8 maanden of zo, weet je wel. Dus het is moeilijk om echt ik werk goed met deadlines en snap je dat? Ja, ik snap dat wel, ja. Ja. Ja, ik presteer alleen met deadlines doorgaans. Nou. Dus dat, ik snap die mindset. Komt goed, man. Thanks, Tim. Meer kan ik niet zeggen als vriend. Komt goed. Sorry dat ik vorige keer niet in de Zoom-chat was. De groepschat. Groepschat, ja. Zullen we die alsjeblieft hier buiten houden om alle herinneringen? Laten we dat doen. Mag ik jou goede weken toewensen? En ik spreek jou waarschijnlijk van de week weer. En ik vind het fantastisch dat je mee wilde doen. Ook voor de internationale allure van deze podcast. Kan dat nooit kwaad. Yes, thanks, people. Tim. Thank you, thank you. Oké, later, Sam. Love you, bye. Doei. Ja, San Holo. Is dat niet leuk? Dat is het wel. Dan gaan we naar Nick. Nogmaals, zelfs vriendengroep, maar heel ander verhaal. Nick, die ken ik wat langer uit 2004. Wij zaten vroeger in dezelfde schoolband. En Nick is echt een waanzinnig muzikant. Is een waanzinnige zanger. Een waanzinnige bassist ook. Hij zat vroeger in de band F. Die ken je misschien wel van een hintje als Wat een Leventje. En anders zoek dat ook even op met in de clip een hoofdrol voor Geraldine Kemper. Nou, wat kan er misgaan? Hij is afgestudeerd theatermaker en is daar vreselijk goed in. Hij is daar zo goed in dat elke keer als je iemand treft van de academie in Maastricht, dat ze zeggen, oh, Nick van den Berg, die is briljant. Dus ik dacht, ja, weet je wat? Als je zo goed bent, dan ook hoor je in deze podcast. Nick van den Berg. Tim Hofman. Van de voorman van de band Nico. Dat ben ik. Vroeger van F. Ja. Grote theatermaker. Elke keer als ik iemand spreek die op de theateracademie in Maastricht heeft gezeten, dan moet ik aanhoren hoe briljant je bent. Dat is geen grap. Ik ben helemaal scheidziek van. Sindsdien praat ik met niemand meer over jou. Wie heb je voor het laatst gesproken?
Van de toneelschool Maastricht. Aquasi. Zei hij dat ik briljant was? Dat heeft hij wel een paar keer gezegd tegen mij, ja. Ik vind hem tamelijk briljant ook. Nou, dan ga je toch lekker met elkaar op vakantie. Of zoiets. Ik kijk wel even. Ja. Ja. Hey Nick, luister. Je vergeet te zeggen dat je me ook kent omdat we vrienden zijn. Dat ging je vertellen. Dus even voor de luisteraar. We hebben eigenlijk een soort vriendenaflevering. San Holo zit hierin, Sander van Dijk. Nou, die ken jij ook heel erg goed. Ja. En jij en ik zijn sinds 2004... beste vrienden eigenlijk. Met nog twee, met de eindredacteur van dit programma. Leon Zervos en Damien. En eigenlijk ook Sander, een groepje van 4-5 man. Ja. Is dat Sander beetje, zegt wel het allerminste in onze... Het allerminste hoort hij erbij. Die is ook het laatste bijgekomen. Die is als laatste bijgekomen en die hoort er wel het minste bij. Ja, en Leon is voor jou wel echt het belangrijkst. Dat maak je altijd heel erg duidelijk. Want hem noem je altijd echt je beste vriend. Ja, dus. Dat is zo, die zie ik ook meer. Die ken ik het langst. Daar ken ik al twee. Ja, maar jij weet niet dat... Zit je nou eigenlijk niet? Nee, maar je weet niet dat als jij zegt dat hij jouw beste vriend is... dat wij dat dan niet meer kunnen zeggen over hem. Door de grond. Nee. Ja, want jij hebt hem geclaimd als beste vriend. Ja, maar daar moeten we het nog een keertje over hebben. Op zijn verzoek. Dat weet ik niet. Ja, kijk, Leon is... Ja, we stonden dronken. Dat heeft dronken, hij gevraagd aan mij, ja. Ja, in een keuken. Straal lam. Ik probeer het. Ja, jij gaat dit doen. We zijn... Yes. Wij kennen elkaar al heel lang. Ja. We hebben ook muziek gemaakt vroeger in de schoolband. Toen jij echt al wat kon en ik nog helemaal niks. Nee, ik kan me dit ook niet herinneren. Nee, Jawel, zeker wel. Okay. Absoluut. Het was echt leuk. Ja, wel een leuke tijd, toch? Absoluut. Was een leuke tijd. We hebben altijd in bandjes gespeeld samen in Den Haag. Andere bands. Niet samen. Niet samen, nee. Nou, ik deed wel eens mee met F, toch? Ja. Ja, ook nog. Ja, heel goed optreden op de parade, kan ik me nog herinneren. En we hebben een plaatje gemaakt ooit nog. Ik heb wel eens meegeschreven aan dingen. Joh, we hebben hartstikke gelachen altijd. Ik dacht, Nick... Ik bel jou ook voor deze rubriek, want je bent niet alleen een van mijn beste vrienden, zeg ik dat correct? Nee, ja. En een van mijn mensen bij wie ik me thuis voel in het leven, maar ook een van de allerbeste muzikanten die ik ken. En dan overdrijf ik niet. Je weet dat ik dat echt vind. Sterker nog, ik wilde jou altijd zijn vroeger om hoe je zingt, om hoe je muziek maakt, hoe je bas speelt. Ik vind je een waanzinnig muzikant. Ik dacht, Scheid, je hebt geen top 40 nummer 1 hit gescoord. Nee. Maar wel ben je een briljant muzikant. Dat vind ik heel lief. Dus ik wil je er gewoon bij hebben. Ja, goed zo. Ja, ik wilde even weten... want ook voor jou is het coronacrisis als muzikant. Ligt alles op zijn gat ook voor jou? Ja, nou, nee, eigenlijk niet. Eigenlijk heb ik nu meer tijd om te schrijven aan liedjes dan voor corona. Behalve dat de band wel een beetje op zijn gat lag. Omdat Bas zich niet zo lekker voelde de afgelopen tijd. Een bandlid is dat, hè? Ja, Bas een bandlid. Ja. Maar dat begint ook wel weer iets beter te worden. En dus kunnen we ook binnenkort weer gaan repeteren op 1,5 meter afstand. Ergens als we een repetitieruimte ter beschikking hebben. En dan kan het misschien ineens wel, kunnen we misschien wel ineens veel meer kilometers maken dan normaal gesproken. Omdat er tijd en ruimte is. Ja, geen bijbaantjes en dat soort dingen. Nee. Dat is natuurlijk kut voor de portemonnee. Maar ik moet zeggen dat qua tijd om te schrijven... dat het heel positief is bevallen, als ik dat mag zeggen. Even, jullie band heet Nico. Ja. Zoek dat vooral even op Spotify, want het is fantastisch. Het is echt heel leuk. Ik luister het ook geregeld. Ik zie dat als een soort Haagse All-Star band. Want Thomas zit erin, die zat in Soul Sister Dance Revolution natuurlijk. Jij en Richie, de drummer, in F. Ja. En dan Bas, die je zojuist noemde, die zat in Timeer. Klopt. En dat zijn wel echt, dat is echt wel de Haagse band, zeg maar. Dus dat is cool. Nou, dat werd inderdaad wel gezegd in het begin dat we een soort Haagse All-Star band zijn. Ja. Maar daar zijn we eigenlijk... Heel snel vanaf gestapt. Heel snel vanaf gestapt, als je dat moet volhouden. Ik moet dan denken aan... Mick Jagger had het ook ooit met Joss Stone. Dat was een soort All-Star band. En die gingen dan liedjes samen doen...
ter gelegenheid van weet ik veel iets. Gewoon een keertje. Ik vond het heel kut. We zijn gewoon een bandje. Inmiddels, ja. Gelukkig. Wel goed bandje. Ik wil het gaan hebben over... Want wij hebben ook jou gevraagd... Wil je een liedje voor ons schrijven? Ja. En van een miniature een plusje maken? Ja. Ik heb, zoals gewoonlijk, geen idee wat het geworden is. Ik zie, maar dat vind ik echt chill. Je hebt echt niks gehoord. Ik weet niks. Nee, nice. Nee. Dus mijn vraag is allereerst... welke plaat is het geworden en waarom deze plaat? Ja, het is geworden... zij gelooft in mij. Van meneer Chidré. Meneer Chidré. Ja, omdat ik zat allemaal liedjes te luisteren en... ik vond dit eigenlijk... Ja, ik blijf dit gewoon, ja, dit is gewoon een topnummer. Dit is gewoon echt een heel goed nummer. Ik denk het beste... Ik denk dat ik dit het beste Nederlandstalig liedje... Meen je, serieus? Ooit weet. Ja, ik vind dit echt een topper. Naast... Zit jij dit thuis op ook? Nee, maar gewoon... Ik vind dit wel een echte knaller. Als wij terugzitten... hoe heet dat nummer van Marco Borsato? Een treintje? Ja, die heeft Sander gedaan. Mooi. Wereld zonder jou. Ja, dingen van André Hazes zijn toch wel de liedjes die we luisteren als we van een gig terugrijden naar Den Haag. Ja joh, met de band in de bus. Kan je gewoon heel hard meeblaren. Wat grappig. Ja, maar vroeger had ik waarschijnlijk gezegd dat dat allemaal verschrikkelijk kut was in volks. Maar ik ben dat heel erg mooi gaan vinden. Ik heb van jou geleerd, er zijn maar twee dingen. Goed, Prince en David Bowie. En de rest, weet je, Fleetwood Mac wil nog meedoen. Ja, vroeger speelde ik ook alleen maar funk, bijvoorbeeld. Ja. Daar ben ik ook van afgestapt. De shit verandert, Tim. Ja, man. Wie zit hier tegenover mij? Wat luisterde jij vroeger? Alleen maar Nirvana. Alleen Nirvana. En nu luister je alleen maar Drake. Nee. Dat is niet helemaal waar, maar wel deels. Ja. Nee, ik ben wel een breed muziekliefhebber. Van helemaal links naar helemaal rechts. Maar ik wist niet dat jij dat inmiddels ook was. Ja, ja. Dus het valt me alles mee. Ja, die opmerkingen over dat je me elitair vond... die zijn toch al een beetje binnengedrongen. Ja, jawel ja. God, wat een gezeik was dat altijd. Meneer had theateracademie gedaan. En ik niet. Ja. Nou ja, als je hierin wil gaan... dan kunnen we ook dit spoor nemen. Ik weet niet of het dan zo gezellig wordt. Nee, is een geitje. Ik bel jou omdat je verstand van muziek hebt... en omdat je goed muziek kan maken. Maar Dre Hazes, wat leuk. Had ik niet verwacht. Serieus niet? Nou, het was ook gewoon het nummer wat ik ineens... toen ik het zat achter de piano zat te spelen. Want ik ben al die nummertjes gewoon eventjes langs gaan achter de piano. En ik kreeg hier gewoon wel zin in. En tijdens het maken moest het ook steeds sneller... En je gaat het zo wel horen, maar het was dus, ik ben heel traag begonnen en je hoort het straks wel, maar het was het liedje waarmee ik gewoon het meeste kon ook. Heb jij... Zonder dat het ook te serieus of te zwaar werd of, dit was wel... Ja, dat is de bedoeling. Ja, precies. Ja. Maar heb jij in je eentje achter een piano ben je gaan zitten? In eerste instantie wel. Ja. Ja, en dan ben ik lekker die akkoordje... en dan ga ik dat meezingen en dan denk ik... ja, dit is helemaal kut. De meeste liedjes waren helemaal kut. En dan dacht ik, dit klinkt... Welke heb je gehad? Ja, jezus, die van Volumia heb ik gedaan. Ik ben echt een paar liedjes langs gegaan hoor... waarvan ik dacht, nog die van die All-Stars, hoe heet het ook weer? Hero, die ik zag. Ja. Ja, die, nou, dat ging ook niet. Weet je, dan ben je sommige dingen aan het doen en dan... is het gewoon, dan is de ironie zelfs weg. Ja, dus dan ben je aan het zingen en dan denk je, nee, dit kan echt niet. Maar André Hazes, dat ging wel. Nou, dat moet nog blijken straks als je het luistert. Maar ik heb er wel echt van genoten om dit te doen. Ik vond het echt heel leuk. En toen ben ik aan dat nummertje begonnen en toen werd het gewoon steeds een tikkie sneller en dansbaarder. En toen dacht ik, oh ja. This song really grows on me. Hey, en even, ik wil alleen nog even weten, als jij thuis muziek zit te maken, waar zit je dan? Hoe doe je dat? Want ik weet ook dat ik je zat eerst bent. Thuis muziek te maken, maar nu is zaal 3 in Den Haag, is het theatertje. Ja. Ja, daar gebeurde natuurlijk nu niet zoveel, dus daar heb ik nu een klein ruimtetje in gemaakt. Dus daar heb ik het zitten in elkaar zitten knutselen. En thuis zat ik een tijdje in de kamer van mijn dochter. Als ze niet moest aan dan slapen even, was. Even weg. Ja, want die zat toch eigenlijk... We hadden die hele kamer voor haar klaargemaakt. En mijn dochter is 10 maanden.
Die spendeert er eigenlijk helemaal geen tijd tot kort geleden. Nu slaapt ze er ook. Maar tot die tijd sliep ze gewoon bij ons op kamer. Dus toen dacht ik, nou, fuck it, dan ga ik gewoon in haar kamer zitten. Dus heb ik mijn bureau neergezet. Het werd al heel snel een grote teringzooi. En nu is het weer van haar. Ja, nu heb je een kantoor. Eventjes. Ja. Nou, Nick. Zullen wij eens gaan luisteren naar wat je gemaakt hebt? Ja, graag. Okay. Bas heeft er ook aan meege. Oh ja, Bas van de band. Dat is goed. Ja. Staat genoteerd. Terwijl het toch nog een beetje een bandding is. Ondanks dit niet representatief is voor wat we doorgaans maken. Enjoy. Thanks. Vannacht te slapen. Vroeger gisteravond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je. Ik ben weer blijven hangen in de kroeg. Zo'n nacht, ze weet het, heb ik nooit genoeg. Hoe was het? Dat was alles wat ze vroeg. Baby, het is voor jou zo. Zij gelooft in mij. Zij ziet ons in ons allebei. Ze gaan nooit, maak je voor mij eens vrij. Want ze weet, dit gaat voorbij. Ik schrijf mijn eigen lied. Totdat iemand mij ontdekt en ziet. Dat een ieder van me soms geniet. Ze vertrouwt op mij. Het allerlaatste wat ik verwacht had. Ja, toch? Wat lach, hé? Ik heb ook meteen gemoduleerd. Gewoon na het eerste refreintje meteen de lucht in. Dacht je moet ik. Even uitleggen wat dat is. Dus dat is dat ga je omhoog gaat. Ja, dat. Maar even, Nick, ik zie gelijk. Dit is jij die theater maakt, hoor ik, hè? Ook ja, het is zeer theatraal begin. Ja. Ik koester die ook wel. Ik vond het heel leuk om te doen. Ja, het is cool. En het is funky. Ja. Exact. Ja, en ik hoor een gitaarsolo die een beetje, wat is het, een beetje Queen-achtig klinkt? Queen, dat was ons, ja. Dat heeft Bas gisteren even opgelegd nog. Wat lekker. Ja, leuk, hey, hè? En is het niet een idee als jij gewoon een voorstelling maakt met allemaal vernederfunkte Nederlandse platen? Het ding was dus, ik zou deze zomer op de parade misschien een soort, zou Nick Holland heten. En dan zou ik een soort theatrale performance maken waarin ik een soort de volkszanger van de elite zou zijn, dacht ik. Een soort intellectuele volkszanger zou uithangen de hele zomer lang. Waarschijnlijk wel mijn make-up op en shit. Toen dacht ik ook, eigenlijk moet ik dit als Nick Holland gaan doen. Dus daar is het ook wel begonnen. Maar Nick Holland gaat natuurlijk helemaal niet gebeuren deze zomer. Maar dus dit is het kleine beetje wat ik daar nog van die paradevoorstelling misschien, wat er nog van is overgebleven, wat er nog in het kader van is gemaakt. En zoals ik heb, ik had het met Sander, haalde het net aan, altijd beginnen met een cover. Even het brede publiek pakken en dan... Ja, dat heeft Sander echt wel gedaan, ja. En de rest Jezus. Komt vanzelf. Ja. Nou, ik ben blij dat je dan in ieder geval dat aan ons hebt gegeven. Dit stukje Nick Holland in de versie van André Hazes. Ik weet ook niet hoe dit nu verder moet, maar het heeft wel een stempel gedrukt op de carrière van Nick Holland, denk ik. Ja, alvast ook. Gewoon prematuur. Ja. Nick, dankjewel. Welke dag is het vandaag?
Dus woensdag. Sidesounds. Ik spreek jou dit weekend weer. Ik weet niet weer. Welke. Juist. Ja, nee, daar ging het maar even om. Ik zie bijvoorbeeld wel. Vrijdag? Ja, dat is goed. Oké. Okay. Vrijdagavond. Met Nick, met Leon en Damien. Ja, ik ook. Jij, Leon, Damien. Ja, Sander niet. Sander niet, nee, vergis. Hij bood nog excuus aan, hè, dat hij er nooit was bij die gesprek. Ja. Jongens, gewoon. Hé, hey, wat staat op de planning voor jou nog, Nick? Als je deze zomer de parade niet gaat doen? Schrijven aan een plaat. We hebben daar daadwerkelijk een beetje geld voor gekregen. Als zijn een subsidie. Mm-hmm. En daar gaan we. We gaan gewoon een plaat maken, schrijven, opnemen met Nico. En daar gewoon al onze tijd in gooien, denk ik. En op een gegeven moment ook gaan uitzoeken of ik misschien weer postbode moet gaan worden. Ik weet niet hoe lang dit nog gaat duren. Nee. En of er nog gespeeld gaat worden. En wanneer en hoe. Maar fuck it, we zien wel. Eerst mooie dingen maken gewoon. Ja, dankjewel Nick. Was leuk om je in deze hoedanigheid even te spreken. Ik vind het ook heel leuk. Nou, ja. Is goed. Tot ziens, hè. Nou. Dag. Dankjewel Nick. En dankjewel Sander nogmaals. Goed, tot zover deze aflevering van de Anti-Corona-Depressie podcast. Mocht je tips of ideeën hebben of dus echt boos zijn, mail ons boos@bierenvara.nl. We doen graag met je mee. En we kijken en denken ook graag met je mee. Weet ons te vinden voor allerhande zaken. En voor nu, heb het goed. Zorg goed voor je medemens. En niet vergeten, maak je bed op. Tot de volgende.